school is nog maar een week bezig en ik ben al fucking ziek. Ik kan het niet echt ziek noemen, want het is gewoon een hele kutte hoest. Snap je hem? Zo'n hele droge, koude hoest. Bij elke kuch voelt het alsof je je longen eruit aan het hoesten bent. En dan voelt het alsof je liters bloed aan het uitkotsen bent. Snap je? Dat is. Kijk, als je niet wist dat ik net aan het hoesten was, dan zou je denken dat ik aan het huilen was, omdat ik geen YouTube monies heb. Maar oké, besef even hoe fucked up dit is. Het is september, dus je denkt, jee, het gaat weer min 25 zijn, ik ga dikke truien kunnen aandoen naar school. Dat is niet waar. Maar eigenlijk echt niet. Ik weet niet of jullie het weten, maar mijn gordijnen zijn dicht met de reden. Als de zon hier binnen schijnt, dan is het hier 65.000 graden. Zo moet het regenen en koud zijn en sneeuwen. En dan is het zo echt super mooi tropisch weer. Zo warm dat je weet ik veel kan... Ik kan zonnebaden in je kamer of zo. What the fuck, man. Dit kan echt niet. Oh shit, ik ga doodgaan. De opwarming van de aarde has to stop. Vandaag is het ook volledig legaal om geen broek aan te doen. Dat staat op internet. Ja. Ook in Brussel vieren ze de broekloze metrorit. Dat is eigenlijk iets helemaal anders, maar eigenlijk boeit het niks. Ik zie hier mensen die zonder broek op de metro stappen, dus ik mag vandaag ook geen broek aandoen. Het is vandaag zo warm dat de benen moeten verluchten in een broekloze omgeving. Dus ik roep 12 september uit tot de officiële onderbroekdag. Jee. Dus ik zou zeggen, doe zeker een duimpje omhoog. Vandaag gaan we een medicijn zoeken tegen de bacterie die ik heb opgedaan. Ik denk, by the way, dat ik longontsteking heb ofzo. Let's go. Ik ging normaal mijn hoest faken, maar ik moet nu niet faken, dus oké. Ik heb geen geld om de dokter te bellen. Een skere tijd, broer. Dus ik ga mijn eigen dokter zijn. Op internet. Longontsteking. Deze mevrouw had ook een longontsteking. Hey, maar dat is eigenlijk echt ook niet grappig. Als ik daar ben ik echt de lul. Ik heb fucking warm. Zo zweten en warm hebben symptomen zijn van de longontsteking? Let's check it out. Oké, dus de eerste symptomen zijn... Wacht hoor. Pijn bij ademhalen. Ja, oké. Dat is wel. Benauwd zijn. Ik weet niet eens wat benauwd betekent. Maar ik ben niet echt bang. Dus als benauwd ben ik ben niet bang. Alles is oké. Okay. Ophoesten van geel of groen slijm met wat bloed. Oh shit, deze is al wat heftiger. Ja, dat is dus duidelijk groene slijm. Haters will say it's fake. Dus ik ben echt ziek, denk ik. Shit. Hillary Clinton heeft ook een longontsteking. Oké, het is nog geen 100% zeker dat ik een longontsteking heb, maar de kans is wel groot. Wordt Ace het president van de Verenigde Staten? Dat is iets die we nooit zullen weten. Maar we weten wel dat ik een beetje pijn heb aan mijn longen. Oké, volgende symptoom. Vermoeidheid. Ik weet niet echt hoe ik moet testen of ik snel vermoeid ben. Ja. Oké. Ik ben dus wel redelijk snel vermoeid. Rillen en klappertanden. Kijk, het is fucking warm. Ik denk ook niet dat het normaal is dat het nu zo warm is. Maar als het nu normaal weer zou zijn, is min 4000 of zo. Het is ook wel koud, hebben we nou waarschijnlijk ook klappertanden. Dus ik denk dat dit symptoom niet telt. Minder eetlust. Dit symptoom is zo verkeerd. Ik heb fucking veel honger. Maar alles is op. Ik haat mensen die lege koekjesdozen in de fucking kast leggen. Geef mij zo hoop. Hoop daar nog een bueno lag. Fuck you. We hebben Nesquik, maar geen melk. Cornflakes, maar geen melk. Een lege doos. Wat moet ik doen? Dit is het eten voor vanavond. Zo'n pot puree. Ik moest om vlees gaan en om groentjes, maar ik ben dat vergeten. Dat wordt puree eten. Oh! Snap je skeertijden, geen geld om eten te kopen. Yo. In ernstige gevallen verwardheid. Wie ben ik eigenlijk? Is mijn achternaam Acid of Nathan? Hallo, waar ben ik? Waarom heb ik een camera vast? Ben ik een jongen of een meisje? Oh my fucking god. What the fuck is going on here? Oké, ik ben wel aardig verward. Dus na een minuut lang onderzoek heb ik jammer genoeg vastgesteld dat ik geen longontsteking heb. Inderdaad, u hoort het goed. Ik heb geen longontsteking. Ik heb long aids. En ik sterf over 2 dagen. Dankt op het kijken naar deze video, vond je het nu leuk? Smash je zeker een duimpje omhoog. En dan ga ik de volgende keer zoeken of ik wel, wel werkelijk aids heb. Dan zijn we hier de volgende keer. Hey, ja. Hallo. Ik kan nou meteen stressen om mijn haar. What the fuck? Ik steek het op school. School is nog maar 2 weken bezig en ik heb het al volledig.